Uiteraard moet je een visie hebben over je eigen sound die je wilt gaan creëren. Gelijk bij alles eigenlijk is het 99% transpiratie, 1% inspiratie. Je hebt heel veel gitaristen die alles hebben meegekregen, die er onmiddellijk mee weg zijn, onmiddellijk goed kunnen spelen. Maar dat worden meestal niet de topgitaristen. De topgitaristen zijn mensen, meestal, heb ik hier gemerkt in de loop der jaren, die moeten vechten om de juiste sound te krijgen. Die moeten vechten, echt. Die zeggen, ik zal en moet een ijzeren wilskracht erop toe leggen. En werken. 8 uur per dag gitaar spelen. Dan, en die anderen die alles hebben meegekregen, van God weet waar... Die vinden het vanzelfsprekender. Ja, maar ik speel al redelijk goed gitaar. En. Terwijl zo'n echte signature-fenomenen eigenlijk... Dat zijn mensen, iemand gelijk Chet Atkins of Mark Knopfler... Of echte topgitaristen, die hebben een groot gedeelte wilskracht... Een groot gedeelte... visie op wat ze willen worden als gitarist, maar zijn vooral ook nog eens zeer, zeer muzikaal. Die kennen harmonie, weten waarom dat ze, en blijven studeren hun hele leven lang. En halen meestal hun inspiratie niet uit bij andere gitaristen, maar uit andere, bijvoorbeeld uit klassieke muziek, of uit gaan dingen samen gaan zetten, bijvoorbeeld Janis Joplin, een hele goede pianist. Er zijn heel veel gitaristen die dat hebben omgezet naar gitaarwerkjes. Chet Atkins onder andere, of Stefan Grossman, of Bert Jansch. Dat soort mensen die echt zich laten inspireren door andere dingen. En zich laten triggeren door andere dingen. En heel stilletjes aan ook die een instrument... Door omwille van hetgeen wat ze kunnen, dat ze hun instrument gaan verbouwen omdat hetgeen wat ze kunnen, om dat sneller te kunnen doen of juister te kunnen doen. Bijvoorbeeld, ik zeg zo maar iets, fretten gaan uitveilen of dikkere fretten gaan gebruiken, dunnere fretjes gaan gebruiken, een ander soort plectrum gaan gebruiken. Ik heb al gemerkt, hoe harder het plectrum, hoe beter de gitarist. Omdat hoe harder het plectrum is, hoe sneller je kunt spelen. En omdat een zachter plectrum plooit een klein beetje mee. En dat maakt dat je iets minder snel bent dan iemand die een heel dik... Dan de materialen ook. Het soort materiaal wat je gebruikt als plectrum... Het soort materiaal wat je gebruikt van snaren. Je hebt heel veel mensen die bijvoorbeeld heel veel zweten. En die in snaren zijn heel snel versleten. Dus die zoeken dan naar oplossingen. Zo zijn bijvoorbeeld gekoten snaren ontstaan. Veel mensen spoten haarlak op hun snaren. Dan frat dat zoutgedeelte van hun zweet niet zo snel in op hun snaren. En zo verder. Iemand die dus mijn hele leven lang in een muziekwinkel gewerkt heeft en mijn hele leven lang gitaarbouw en reparatie heeft gedaan, zijn dat zo'n beetje mijn bevindingen. En het imperfecte eigenlijk aan een instrument doet ook heel veel. Dat kan u triggeren. Ik geef een voorbeeld. Mauro Pawlowski was er ooit hier. Hij komt hier regelmatig. Maar... was ooit hier en nam een gitaar vast. En die gitaar, ergens had hij een bijgeluidje zo. Ergens in de zender. Ik zeg, ik zal dat vlug even wegwerken. Nee, dat wil ik niet zijn. Dat vind ik juist interessant. Dat is een ander iets, dat triggert mij. Ook open tuningen bijvoorbeeld kunnen meewerken aan een heel ander soort geluid. Ook het feit dat je niet 100% weet wat je aan het doen bent door die open tuning, gaat u... Dat triggeren. Gaat je zeggen, oh, dat is hier een mooi akkoord. En als je dat helemaal gaat ontleden, lijkt dat toch maar gewoon dood te zijn. Maar door het feit dat je met open snaren werkt, triggert u dat.
Zo zijn al heel veel songs geschreven. Al die dingen gaan meespelen. Denk maar bij de Beatles, de Indische invloed in de tijd van sitar. Indische muziek ook en zo. Die haalden heel veel dingen erbij die toen niet in waren. Fanfares en noem maar op. Sgt. Pepper's denk ik nu aan. Paul McCartney, als die een song in zich voelde opkomen, die schreef hij neer. Wars van wat men daar ook, ook over zou denken, dat was de song. En ja, zo'n genie uiteraard, viel dat heel goed in de smaak bij iedereen. Maar dat was eigenlijk een spons van invloeden. Die nam al die invloeden in zich op. Een keiharde werker. Lennon ook. Die waren heel competitief naar elkaar toe. Er waren twee genieën eigenlijk bij elkaar gezet. En de ene probeerde de andere constant te overtroeven. Dat maakt dat je uiteindelijk eindigt met ongelooflijke songs, ongelooflijke manieren van... Het feit dat Lennon niet zo'n goede gitarist was, maakte dat hij heel speciaal dingen deed. En die in plaats van zich daar achter te versteken, gebruikte hij juist die dingen. Dus het imperfecte dikwijls is ook heel interessant. En ook de niet-kennis, want ze wisten weinig van blazers af. Ze vroegen gewoon aan mensen hoe werkt dat dan juist, wat je doet met blazen? Ah, dat is een andere toonaard. En dat triggerde hen dan weer om songs te schrijven. Ik heb ooit met Lou de Preik in de studio gezeten. En die vertelde gewoon, want die schreef heel veel hits. Als hij twee nummers schreef, was er één hit bij vroeger. En hij zei, ja, dat is eigenlijk simpel. Door het feit dat ik geen instrument bespeel, ben ik ook niet gebonden aan dat instrument. Hij zegt, geef je een voorbeeld. Een gitarist die 5 akkoorden kent, die gaat liedjes schrijven in die 5 akkoorden, want dat is geen wat hij kent. Als je die 5 akkoorden niet kent, is de sky the limit. En je neemt een waanzinnige goede gitarist bij je. En je zegt, zo en zo ongeveer moet dat klinken. En oeh, dat is tof wat jij er doet. Stijn Meuris werkt ook zo, alhoewel Stijn gitaar speelt en ook toetsen speelt. Die werkt ook zo een beetje, die laat zich triggeren door zijn medemuzikanten. Oh, dat is chic, zo gaan we dat doen. En de energie natuurlijk. Hè. Dat zijn allemaal mensen die gigantisch veel energie hebben. En die energie in een lijn leggen en zo naar hun ding gaan. En zo aan waanzinnige songs komen. En ook als muzikant werkt dat zo. U laat het triggeren. En een advies wat ik heel veel gitaristen geef. Want meestal, ja, als iemand een bepaald type snaar heeft ontdekt, en dan blijven die daar de rest van hun leven bij. En soms zeg ik, ja, het is misschien dat is een kleine investering. Koop eens een andere set snaar, een ander type snaar. Dat gaat u triggeren. Dat gaat iets met u gaan doen. En dat werkt heel veel.